Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht, eigenlijk als eerste heel raar, maar ik zat tot te denken aan die jongens van NAC. Ja, want die supporters dan, dat is ook niet makkelijk hoor, supporters zijn. Dat is echt niet... Goeiedag, ik zag ze allemaal staan op tv daar in Volendam. Ik zie die hele gele muur. Die zijn allemaal dus dan 's middags al van huis gegaan op weg naar Volendam. Anderhalf uur, twee uur rijden, weet ik veel. En die staan dan met z'n allen en niet te weinig ook. Dat moet er zeker 1,5 of 2.000 zijn geweest, stonden er helemaal. En daar komt dan voor. 1-0, niks aan de hand. Dus die gasten denken, nou leuk, terugweg gezellig in de bus en weet ik veel, misschien nog een slokje op de dijk daar in Volendam. En dan ineens vanaf minuut 88 gaat het dus helemaal mis. Hup, Volendam maakt 1-1. En 1 minuut voor het sluiten maakt Volendam 2-1. En daar sta je dan in het stadionnetje van Volendam met je gele shirt aan van NAC. En dan een shockje maar weer terug naar je auto. En een shockje maar weer terug naar je bus of weet ik veel hoe je daar gekomen bent. En dan die hele lange weg weer terug naar Breda. Ja, dan kom je dan eindelijk ook eens aan, weet ik veel. Tegen middernacht of het is al later. Nou, ja, heb je daar nog zin om, hola die jij, waarschijnlijk niet. En dan, ja, dan ga je maar naar huis. Nou, en dan kruip je maar je nest in met een 2-1 nederlaag aan je hol. En dat is het dan. Ja, dat is toch echt niet makkelijk hoor, hè? Om supporter te zijn.